Het Staatsziekenfonds vindt het besluit van de Vereniging van Medici om per 30 oktober de dienstverlening terug te brengen zwaar overtrokken en disproportioneel. In een eerste reactie naar de VMS ontkent directeur Rick Kromoudi-Harjo dat het SZF geen enkele betaling zou hebben verricht betreffende in het ziekenhuis opgenomen basopatiënten en dat de staatsverzekeraar 9 maanden achterloopt op de betalingen aan de medici. Het SZF wijst in de brief aan de VMS erop dat in de afgelopen 9 maanden aan 171 specialisten het bedrag van 56 miljoen SRD aan polyklinische declaraties is uitbetaald. Ook de bewering, al zouden de specialisten voor het jaar 2017 nog geen betaling hebben ontvangen, vindt het SZF verzonnen en overdreven. Voor de betaling van de polyklinische declaraties van medische specialisten zijn per 15 april afspraken gemaakt over het betalingsmoment. Het Staatsziekenfonds erkent derhalve wel dat onder andere wegens factoren buiten haar om de betalingen aan medische specialisten later dan afgesproken hebben plaatsgevonden. Het SZF ziet daarom geen enkele reden om patiënten de dupe te laten worden van misconcepties van de VMS. De staatsverzekeraar zegt zich daarom het recht te behouden de belangen van zijn verzekerden op een verantwoorde wijze te behartigen. SZF-directeur Kromoudi-Harjo verwacht wel dat partijen de komende week om de tafel gaan om zaken uit te praten.